Eagles and It's Raining Men. Wat een prachtig mooi nummer zeggen. Op 1915 krijgen we een berichtje van de familie van den Berg. Die wonen al 17 jaar in Canada. Luisteren al jarenlang trouw iedere kerst naar de radio. NPO Radio 2 Top 2000. Oh, wat een mooie berichten komen er toch binnen. En mensen in het café, is het nog gezellig? Kijk eens even, zeg hé. Oh, dat is geweldig, zeg. De koffie is bruin en de hits zijn goud. En we naderen de cijfers die worden kleiner en de hits worden alleen maar groter. Zo is het toch, mensen? Ja, 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 ja. Ik krijg ook veel mooie berichten binnen via de app. Novella zegt, hi Rob, veel succes deze nacht. En nog een heel algemeen berichtje van Leon. Die zegt, nog een aantal uur. Jullie kunnen het, kanjers. Nou, dat is wel heel algemeen. Hè? Ja, ja, ja. Het is mensen in het café, is het nog gezellig? Nou, inderdaad zeg. Hè, zoals ik al zei, de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. De nummertjes worden kleiner, maar de hits. Ja, wat ik zeg, alleen maar groter, hè. Oh, maar even serieus, ik krijg een berichtje van familie van den Berg. Die wonen al 16 jaar in Canada. En die luisteren ieder jaar nog steeds trouw naar de NPO Radio 2 Top 2000. Ongelooflijk zeg, wat daar allemaal gebeurt. Mensen in het café, ja. Oh, geweldig hè, geweldig. Veel succes ook in deze nacht, zegt Novella. Dat mag ook. Er komt ook nog een mooi audio-appje binnen van Maarten. Die heeft een super uitgebreid gedicht geschreven. Helden van 3FM. Wat een actie. Nou, dat is toch geweldig. Wat een mooie, wat een prachtig bericht. Ja, daar kunnen we alleen maar van dromen. En ook voor de familie van den Berg. Gaan we door naar de nummer 715 in de lijst. En dat zijn de Beatles. Met Hey Jude. Sorry, ik liet me even gaan. Oh, wat mooi dit. Zo, ik had even een out-of-body experience. Was ik lang weg of niet? Ja. Een nummertje of 2000. Pardon.